Nou, volgens mij ben ik weer live. Ik wil even kijken of het lukt zo. Of jullie mij kunnen zien en horen. Mocht je mij zien, dan laat het me eventjes weten. Ga ik even kijken of er iemand meekijkt. Nu zorgen we dat alles goed staat. Dat is altijd even de techniek, hè? Kijken of het allemaal werkt. Even kijken. Vast wel. Kijk, volgens mij wel. Oké, nou, ik zie dat hij het doet. Helemaal top. Nou, ik ga vandaag met jullie live om even te laten zien. Iets van een nieuwe mask die in de najaarscatalogus staat. En dan heb ik het over de. Ik ga even mijn scherm meteen groter met jullie maken. Dan heb ik het over de Abundant Beauty Decorative Masks. Het is een hele mond vol, maar je kan er in ieder geval hele leuke dingen mee doen. En ik dacht, ik ga jullie eens even laten zien ja, wat dit is, hoe dit werkt en wat je er in ieder geval mee kan. Je kan er natuurlijk nog veel meer dingen mee, maar ik dacht, ik ga in ieder geval één ding laten zien. Ja, dus de masks. Ik ga eerst even laten zien wat er in dat setje zit. Deze staat in de najaarscatalogus en dat had ik natuurlijk even op moeten zoeken. Op welke bladzijde? Want dat weet ik even niet. Maar ik was aan het kijken of ik toevallig gauw mijn catalogus zie liggen. Maar volgens mij niet. Nou, dat maakt ook niet uit. Jullie zien hem vast voorbij komen in de catalogus. In de set zitten een aantal losse masks. Ik zal even. Omhoog, ik kan het iets beter zien. Deze. Dit is dus plastic, hè? Dus die kan je gewoon ontelbare keren gebruiken. Met inkt, embossingpasta, je kan er spritsen, je kan er van alles mee doen. Vandaag ga ik met de blending brushes in ieder geval aan de gang. Dus dit is de eerste. En dan heb je deze herfstblaadjes. Mooi te combineren met die nieuwe Nederlandse herfstzetten. Weet die herfstwensen? Ik moet af en toe even spieken, want Nederlandse namen zijn weer anders dan de Engelse. Dus, nou ja, dit zijn inderdaad de herfstblaadjes. En dan heb je deze nog. De sneeuwblokjes. Dus die zijn wel heel erg leuk in ieder geval om iets mee te doen. Dus die drie zitten erin. Leuk om een achtergrondje op je kaart mee te maken. En die leg ik even aan de kant. Die gaan we vandaag niet gebruiken. Welke we wel vandaag gaan gebruiken, zijn deze. En dan zul je misschien denken, oh, nou, leuk. Moeten we ermee? Zo laten zien. Nou ja, ik ga je dadelijk laten zien wat je ermee moet, wat je ermee mag. Er zijn er vier. Met de zonnebloem. Nou ja, de binnenkant van de zonnebloem. Dan hebben we blaadjes en nog net iets meer detail voor aan de binnenkant. Als je. Deze kun je dus allemaal op elkaar eigenlijk als laagjes met elkaar combineren. En het makkelijkste is, je ziet het al, hier staat of hier zit een klein driehoekje, een puntje eruit. En dat is op allemaal. Dus als je ze allemaal op dezelfde manier, ik ga hem even boven het zwarte, op dezelfde manier neerlegt, dan gaan ze uiteindelijk allemaal, ja, zijn ze te combineren. Maar dat zien jullie zo. En er staan zelfs nog nummertjes op. Hier staat, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, een 1. En zo kun je naar 2, dat is deze, ik had het verkeerde te pakken. Dit is 2 met de blaadjes. 3 en als laatste 4, deze. En kunnen jullie mij allemaal zien en horen? Want mocht je het leuk vinden, geef even een reactie. Dan weet ik dat ik te zien en te horen ben. Dat is wel fijn. Dus we gaan aan de slag met deze. We gaan vandaag een kaart maken met deze zonnebloem. En ik ga gewoon stap voor stap met je. Oh, ik zie een duimpje. Heel goed, hartstikke fijn. Dan gaat het goed volgens mij. Ik ga dus aan de slag met de zonnebloem vandaag. En we gaan samen deze kaart maken. Nou ja, we gebruiken verschillende dingen bij deze kaart. Het is een hoopje van alles. We gebruiken dus inderdaad de masks. Ik heb de stempapier hier op de achtergrond. Nog een Nederlandse stempelset met pons.
en heel mooi nieuw lint. Dus daarmee gaan we vandaag aan de slag. Daar ga ik jullie laten zien. Dus ik ga jullie laten zien hoe je deze zonnebloemen in ieder geval kan maken. En dan maken we het kaartje verder af. Om te beginnen, dat vond ik zelf wel makkelijk. Ik heb mijn papier even net zo groot gesneden. En dat is niet zo groot als de voorkant van mijn kaart. Maar net zo groot gesneden als de mask zelf. Dus dat is 6 bij 6 inch. Dus die is net zo groot als een klein dessinpapier velletje. Dus het papier heb ik precies even groot gemaakt. En dat is eigenlijk meer gewoon om het zo makkelijk mogelijk te houden. En anders, als je nou zegt van nee, ik ga eerst mijn papier op maat snijden en dan ga ik pas aan de slag. Dan kan je dus met een potlood even hier dat driehoekje intekenen. En dan kan je zo elke mask op de goede plek leggen. Maar ja, ik dacht, dit is net zo makkelijk. Ik heb mijn siliconen matje van stempelpapier onder liggen. Dat zorgt er meteen voor dat het niet allemaal schuift. Dus daar leg ik mijn papier en mijn mask zeg maar precies op elkaar op. En dan tape ik hem even vast, gewoon met een schildersteepje. Of washi tape of iets dergelijks wat je hebt. Even met je opleggen. Zo. Nou, de kleuren die ik gebruikt heb op mijn kaart waren, even kijken, Crush Curry voor gewoon de bloem, Wild Beet voor een beetje extra accenten, Old Olive voor de bladeren en Copperclay voor de kern van de bloem. Dus dat gaan we dadelijk allemaal zien. Dus ik begin met Crushed Curry. Ik heb de blending brushes, ik weet niet of jullie ze thuis ook hebben. Je hebt grote en kleine, dat zie je wel. De grote en deze, de middelste, de kleine. Die kleine zijn makkelijk om zo net wat meer kleur aan te brengen of accentjes aan te brengen. Als je zegt van nou, dat wil ik graag. En zo met deze mask, zou ik daar ook laten zien, kan het ooit handig zijn. Ik heb niet voor elke kleur een apart blending brush, maar wel zo'n beetje voor elke kleursoort. Dus bijvoorbeeld één voor de gele, één voor oranje, één voor groen, blauw, nou dat soort dingen. En dan nog een paar extra voor kleuren die eigenlijk niet echt heel erg ergens matchen. Vandaar. Dus ik ga nu met de gele aan de slag. Ik kom er even aan de kant. En dus crushed curry. Nou, mijn mask zit dus even vastgeplakt. Nou, ik pak mijn inkt. Ik doe eigenlijk altijd heel even, en ik weet niet hoe jullie dat doen, maar zeker met een mask, als je in één keer bam met je blending brush erop gaat, dan krijg je in één keer heel veel kleur. Even een keer aan de zijkant een beetje eraf tikken en dan begin ik op mijn mask en dan ga ik zachtjes naar de bloem. Nou, dan geef ik hem zoveel kleur als dat ik zelf denk dat nodig is. Nou, het voordeel is, ik heb nu gewoon alle bloemen dezelfde kleur, dus het maakt niet uit als ik hier al een beetje overheen ga. Want die wordt toch ook gewoon geel. En je krijgt eigenlijk al automatisch door die mask, maar dat zal ik zo even laten zien. Daar heb ik nog helemaal niks geks gedaan. Krijg je al een klein beetje kleurverschil. Dus omdat er niet overal evenveel inkt zit bij de brush, maar ook door de lijntjes in de mask. Krijg je al donkere en lichtere plekken. Nou, ik heb nu alleen nog maar, ben ik er overheen gegaan, dan zal ik jullie even laten zien. Hoe het er dan uitziet. Ik heb alleen een mask omhoog. Kijk, dan zie je al een beetje hier wat donkerdere stukjes, zeg maar. En dan heb je dus al een klein beetje verschil in kleur. Dus de diepte in de bloem. Nou, ik ga nog even een klein beetje meer inkt erop doen. Dan leg ik hem even een beetje terug. Ik had ze natuurlijk ook bij elkaar vast kunnen plakken. Dat was nog makkelijker geweest. Dus een beetje extra kleur nog. En dadelijk ga ik met Wild Wheat, dat is ja, net een beetje een donkerdere geel tint, ga ik nog wat meer accent aanbrengen. Nou, dat is één. Dan pak ik nu dus eventjes Wild Wheat erbij. En dan gebruik ik dus dezelfde brush voor. Want het is allebei geel. Tenminste, Wild Wheat is ook geel. Ik pak ook hiervan, want die is best. Het is een nieuwe kleur, hè? Dus er zit nog veel inkt in. Haal ik even wat kleur ervan af. En dan ga ik echt over het midden van de bloem. Hier zit natuurlijk een stukje mask. Maar dan gaat hij ook net een beetje eromheen. En dan zorg ik ervoor dat de kern van de bloem net een beetje donkerder wordt.
Dat laat ik jullie dadelijk nog even zien. Kijk, en hierbij was een kleine ook wel makkelijk geweest. Of een spongedobber, kan natuurlijk ook. Die hebben we ook nog. Zijn ook wel fijn om net wat zo die accentjes uit te brengen. Maar het kan dus ook met zo'n grote. Dus als je alleen grote hebt, geen probleem, kan ook. En anders gewoon een keer een setje kleintjes ook erbij aanschaffen is zeker fijn. Nou, kijk, zal ik jullie even het verschil laten zien met net. Want net was hij dus inderdaad gewoon geel. En nu zie je al dat in het midden, zie je echt die donkerdere kleur. Hoi Laura. Oh, je kijkt later verder. Ja, dat snap ik. Op vakantie, ja, op de camping is het niet altijd optimaal, je wifi. Dat is helemaal niet erg. Je kan hem wel terugkijken. Hè? Ik sla hem op en hij komt ook op YouTube, dus dat komt helemaal goed. Hartstikke leuk in ieder geval dat je even mee hebt gekeken. even kijken. Nou, deze is klaar. Ik ga voor de volgende. Kijk, een tapeje kunnen we nu gebruiken. Dus nu hebben we nummer 1 gehad, dan gaan we naar nummer 2. En het voordeel is, dat zul je nu zien, je kan door, omdat ze wit zijn, kan je er doorheen kijken. Dus ik leg nu deze over mijn papiertje in. En dan zie je dus heel goed de bloemen er doorheen. Jullie hebben een beetje spiegeling van mijn lamp. Maar ik denk dat jullie wel het idee snappen. Dan leg ik hem gewoon weer precies op mijn blaadje. En dan plak ik hem weer vast. En dan zie je, ja, jullie niet zo heel goed, maar een klein beetje in ieder geval. Hier zit een blaadje, daar en daar. Dus die ga ik met Old Olaf doen. Deze aan de kant. En ook hierbij geldt, hier zit overal nu plastic, zeg maar. Dus ik ga niet over mijn bloem heen. Alleen hier, de blaadjes zijn uit de mask gestand, zeg maar. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik kleuren door elkaar krijg of wat dan ook. En zoals ik al zei, ik pak inkt. Ik ga even hier naar de zijkant. En dan ga ik over mijn blaadjes. Het is helemaal niet erg om in eerste instantie een beetje lichter kleur aan te brengen. En dan naar de rand nog wat extra accent, zeg maar. Oh. Ja, zie je, soms heb je daar in één keer toch wat meer kleur krijgt. Het is sowieso wel mooi. Kijk, in de natuur is ook geen enkele bloem, geen enkel blaadje perfect, denk ik. Er zit altijd ook wel wat kleurverschillen. Of ik denk blaadjes een beetje gekreukt of een beetje bruin of een beetje lichter van kleur. En ik geef een klein beetje donkerdere kleur eigenlijk aan de basis van de blaadjes. Zodat je ook echt wel een beetje diepte in de blaadjes ook krijgt. De laatste. En vaak is het inderdaad als je dus gewoon wat vaker eroverheen gaat. Dan krijg je dus al heel veel verschillende dieptes. Ik doe helemaal niks geks, dat zien jullie wel. En dan zie je, dan krijg je al heel donker en lichter groen. Nou, die is ook goed. Dan gaan we naar de volgende, nummer 3. Kijken. Ja, nummertje 3. Kijk, dat is onder dat driehoekje staat dus het nummer. Ga ik hem hier even vastleggen. En je kunt dus inderdaad hier zo'n met potlood iets intekenen, maar het is net een beetje wat je zelf handig vindt. En dan rechterop leggen, anders dan. Zo. Zo. Dan ga ik weer terug naar mijn crushed curry, de gele. Voor de basis. En die hoeft eigenlijk maar licht, want er komt dadelijk ook nog weer een donkere kleur, kopperklee, komt er dadelijk nog overheen. Dus ik ga nu gewoon in het midden. Nu zitten hier dus, ja, het is, ja, jullie zien wel, hè. Dat hier de basis van de bloem nu de gaatjes, zeg maar, in de mask heeft. Dus verder zit overal plastic, dus ik hoef weer niet bang te zijn dat ik op mijn witte stukken ook inkt krijg. Dus dat is echt wel super makkelijk zo. Nou, kijk, dat is het eigenlijk al. Nou, dan zie je, zo is hij eigenlijk ook al heel mooi. Je zou hem zo kunnen laten, maar ik ga toch ook de laatste stap nog even laten zien. En dat is dan dus de vierde. En dat geeft echt, dan zie je zo wel het verschil. Nu is hij zo, hè? Ik kan hem nog even laten zien.
En dan ga ik nu de laatste aanbrengen. En die geeft echt het detail waarvan je zegt, ah ja, nu is het echt een zonnebloem. Maar je kan er dus ook wel andere bloemen van maken. Want ik denk als je inderdaad, als je hem zo zou laten, dan zou je hem misschien ook bijna een dahlia of een, hoe heet het, een soort gerbera van kunnen maken als je wel andere kleuren gebruikt. En er zijn ook zonnebloemen in andere kleuren. Maar vandaag ga ik voor traditioneel. Even kijken. Nou, ik plak hem weer vast. En dan pak ik mijn laatste kleur. En dat was kopperklee. Dus mijn favoriete kleur op dit moment. Ik hou van kopen. En ik heb nu even dus een kleine blending brush. Dit zijn ook kleine onderdeeltjes, dus het is ook wel makkelijk met de kleine. Maar het zou ook met de grote kunnen, maar ik had toevallig deze al voor deze kleur gebruikt. Ik zie al, dit is ook een nieuwe kleur, dus het is nog heel nat. Nou, en hier ga ik ook weer gewoon eroverheen. En om echt goed ook in die hele kleine gaatjes erin te krijgen, is het wel makkelijk om een beetje beide kanten op te draaien. En dan wordt hij dus helemaal donker. Dat is helemaal goed. Dat zien jullie dadelijk wel. Nu ziet het er misschien een beetje gek uit. Maar je ziet al een klein beetje het resultaat. Het is wel mooi dat je er doorheen kan kijken. Dat is wel makkelijk. Dan zie je al een klein beetje het resultaat hoe het gaat worden. Nou, mijn laatste. Zo. Nou, en dan is dit het resultaat van alleen maar een beetje inkt, blendingbrushjes en een mask. Ik zal een beetje dichterbij houden. En dan zie je dus inderdaad in het midden wat donkerder, een beetje kleurverloop erin. En ik heb echt niks geks gedaan. Dit kan iedereen. Dat is dan ook wel weer leuk. Tenminste, als je een paar kleuren inkt hebt en een paar borsteltjes. En deze mooie masks. Nou goed, ik heb nu dus deze is in principe klaar. Ik ga hem dadelijk snijden. Maar ik heb op deze kaart, zal ik jullie even laten zien, ook nog hier op deze cirkel ook nog een zonnebloem gemaakt. En dat ga ik nu eerst even doen, want nu zijn mijn maskers toch wel vies, dus dan gebruik ik ze meteen. Maar dankjewel, Gina. Ja, mooi zijn ze, hè? Ja, ik vind hem ook echt heel gaaf. Maar ik heb hem ook al in verschillende kleuren gezien, maar ik ben dan toch misschien nog een beetje traditioneel. Ik ga heel even deze nog maken. Dus ik leg deze aan de kant. Ga ik dadelijk mee verder. Dan pak ik even een restje. En dan stempel ik eerst mijn tekst. Want dat was het makkelijkste. De tekst die Proficiat. Die komt uit een rondje gelukswensen. Die ze nu vast al voorbij hebben zien komen. Een Nederlandse set. Ik vind hem echt heel erg leuk. En die Proficiat heb ik echt al enorm veel gebruikt. Dus ik ga hem nou ook gewoon weer gebruiken. Kopperklee. Stempelen. En dan heb je de pons die bij die set hoort eigenlijk. Of in ieder geval. Je kunt natuurlijk die pons voor heel veel andere dingen ook gebruiken. Maar de 3/8 inch pons. Cirkelpons. En daarmee kan je heel mooi die Proficiat uit ponsen. Dus dat ga ik doen. En dan ga ik dadelijk die bloem erin maken. Ik vond dat zelf het makkelijkst om deze volgorde te doen. Nou, kijk, dan heb ik mijn Proficiat. En ik wil dus die kleinste bloem wil ik hierin hebben. Dus dan doe ik eigenlijk gewoon weer hetzelfde. Ik leg de masker op. En het voordeel is, omdat je hier dus doorheen kan kijken, kan ik hem gewoon ongeveer in het midden leggen. Het enige is, wat nu dus wel is, en dat zien jullie misschien wel, bij die grote bloem en die bloem, die komen nu ook op mijn, op mijn cirkel. En dat wil ik natuurlijk niet. Dus die ga ik even afplakken. Dus dan moet je even letten. Als je één onderdeel eruit wil halen, zeg maar, om te gebruiken, wat dus gewoon kan, moet je even die andere afplakken. Want anders dan krijg je dus aan de randen dadelijk ook allemaal gele inkt. En dat is natuurlijk, tenminste, vind ik niet zo mooi. Dus daar gaan we voor komen. Dus ik plak hem even goed af. En hier. Zodat ik dus wel die bloem kan. Dus wel die bloem kan maken, maar niet overal gele inkt heb zitten daar. Ik had er niet zo goed in liggen. Zo. Nog een keer. Zo. Dus dan ga ik nu weer gewoon met geel. Doe ik eigenlijk hetzelfde als wat ik net heb gedaan. Ik pak geel. Ik ga er overheen. Ik zorg dat ik niet verder eroverheen ga. Nou maakt dat niet zo heel veel uit, maar dan wordt alles vies.
Ik begin met crushed curry. Ik zeg geel, maar hey, we praten in stempende kleuren. Hè? Een klein beetje wild wheat erbij. Voor het accent net rondom het hartje van de zonnebloem. Zo. Ja, dan haal ik nummertje 1 eraf. Kijk, zo is je eigenlijk ook al best leuk. En dan ga ik weer naar nummertje 2. Nee, nummertje 2 hoef ik nou niet te doen, want de blaadjes hoeven niet. Ik vergis me. Dus nummertje 2 slaan we over. Dan gaan we wel naar nummertje 3. En wat dan handig is, kijk, nu hebben we hier zeg maar ook die kleine. Die kan je een beetje draaien, zeg maar. Die past eigenlijk altijd wel. Die leg je gewoon zo in het midden erop. Dan ga ik weer voor geel. Nou hou ik hem gewoon zelf even vast. En dit is natuurlijk maar een klein dingetje. Zo. Kijk, dat is die. En als laatste de binnenkant hiervan. Ja, mocht je nou zeker willen weten dat je hem precies in het... je ziet het wel, zeg maar, hoe je hem neer moet leggen. Maar als je nou allemaal heel netjes wil doen, heb je dus die driehoekjes waar je rekening mee kan houden. Dus moet je even zorgen dat je ze allemaal hetzelfde neerlegt. Maar dat heb ik nu dus niet gedaan. Ik heb het nu gewoon zo even op het oog. Op het oog gedaan. Even kijken. Zo, dat in het licht een beetje. Ja. En dan gaan we met kopperklei weer eroverheen. Oeps. Zo. Kijk, dan heb je dus de kleine bloem. Precies in je cirkeltje. En die gaan we dadelijk op de kaart maken. Ik heb mijn indie nodig, dus ga ik het licht maken. Zo. Hebben jullie ook al een favoriete nieuwe kleur of een favoriete oude kleur? Dat kan ook. Zo, kopperklei is echt bij mij in ieder geval favoriet. Deze kan ook aan de kant. Dan heb ik niet meer nodig. Nou. Dan gaan we even denken. Deze even op maat snijden. Ik zei al, deze is nu dus 6x6. Je zou de bloemen kunnen uitknippen. De bloemen en de blaadjes. Om ze in een groepje bijvoorbeeld bij elkaar te plakken. Maar ik ga hem gewoon in zijn geheel gebruiken. Maar ik ga hem dus wel een stukje kleiner, kleiner snijden. Je hebt het al nieuwe inkolors. Ja, ik ook. Ik ben wel echt van die aarde tint ook inderdaad. Ik vind die ook heel mooi, Gina. Zeker. Ik ga deze even snijden. Ik wil graag, eigenlijk dat hij zo breed mogelijk is. Oh ja, ik moet het laten zien. Maar dat we dadelijk wel ook nog een beetje dessertpapier hierachter zien, zeg maar. Dus ik maak hem net iets kleiner dan de kaart. En ik maak hem ook nog een beetje korter, zodat er net wat meer dessertpapier onder komt. Dus daar ga ik nou eerst even regelen. Ik haal aan beide kanten er een stukje vanaf, want als ik aan één kant... alles eraf zou halen, dan snij ik natuurlijk mijn bloem half door midden. Dat vind ik echt zonde. Dus ik snij eerst aan de ene kant een stukje ervan af. En dan ga ik naar de andere kant en dan denk ik, oh ja, hoe breed wil ik hem hebben? Nou, hij wordt 10. En dan kijk ik even, hij gaat net. Ik haal een klein stukje van deze kant af. Ik deed dat ook wel eens zo, dat je dus inderdaad een beetje... puzzelt van, oh ja, dat stuk van dat papier of dat stuk wil ik echt op mijn kaart hebben. En dat je dan gaat snijden. Dus dat je niet zomaar in het wilde weg gaat snijden. Ik heb die andere eigenlijk helemaal niet gemeten. Ik heb gewoon gekeken, maar, oh ja, nou, ik wil dit in ieder geval op mijn kaart hebben. Dus ik doe gewoon nu ook weer ongeveer dit. Zo. En dan denk ik, even meten. Oh, aardig. Yes. Oh, hij was iets groter dan die andere. Nou. Kijk, dus nu heb ik hier gewoon hem helemaal bijna in zijn geheel. Altijd een beetje passen meten. Ja, precies. dus ik heb nu mijn cirkeltje. Ik heb mijn bloemen allemaal. Dan ga ik jullie even laten zien met welke decemberpapier ik aan de slag ben gegaan.
Daar is het nieuwe. Ik weet eigenlijk niet. Ik heb volgens mij het verkeerde stapeltje. Oh nee, ik heb het goede stapeltje. Het dessertpapier Speak All About Autumn. Dus alles over herfst. Ik weet niet of jullie hem al gezien hebben, maar dit is echt prachtig papier. Het zijn kleine vellen, of in ieder geval 6x6. Voor de kaartenmaker helemaal prima. Wil je ermee scrappen, kan het ook, maar kan je niet een hele pagina gebruiken. Daar gaat het niet. Maar op de ene kant staan foto-afbeeldingen helemaal allemaal in herfstsferen. Blaadjes, bloemen, of bloemen. Ja, mooi hè? Je had hem dus nog niet gezien misschien. Bos, herfstbladeren, een soort van truiachtig, want ik ga jullie eens even laten zien. En laat ik jullie zo meteen de achterkant zien. Maar dit is in ieder geval de fotokant, dus hier een herfstbos. Een plate of een trui in ieder geval. Je krijgt er wel een warm gevoel bij, zeg maar. Kijk, een mooi pad in het bos. Dus echt allemaal in die herfsttinten. Houten achtergrond. Een bos van de bovenkant. Mooi ook, hè? En dit is echt een beetje een blauw tint. Jullie zien hem ook al goed. Qua kleur zie je. Pompoenen. Geen herfst zonder pompoenen. Boeken. Deze heb ik van de week al, vorige week ook al een keer gebruikt op een kaart, deze achtergrond. Vind ik wel ook heel erg leuk. Ja, een stoel. Of een bank, geen idee. Maar in ieder geval, het zijn wel echt die bruin tinten. Het geeft wel een leuke sfeer in ieder geval. Herfstbladeren. Deze is ook heel mooi, vind ik. En nog een stukje boek. Detail, ik heb nog kop. Detail, zeg maar. Dan zal ik ze omdraaien. Ja, ik vind de achterkant eigenlijk ook heel leuk. Dus ik ga vandaag de achterkant gebruiken. Ja, koper. Dus dan is het al goed bij mij. dit is dus inderdaad wit met koper. Kijk, dan heb je een piek. Ook. Ja, ik hoop, het spiegelt een beetje, maar ik hoop dat jullie hem kunnen zien. Maar het is echt heel mooi. Allemaal leuke patroontjes. Glanzend papier. Dus ja, ik vind hem echt super. Groen, losse meadow. Deze is ook wel leuk. Peacock. En copper clay, als ik het allemaal goed zeg nou. Ik moest even spieken, hè. Dat is altijd handig. De kleuren staan erop. Moody Mauve zit erbij, is in color. En hier zitten verschillende kleuren op. Mossy Meadow nog een keer. Maar dan met een andere scène. En wit. Dus ja, nee, ik vind ze super mooi. Dus ik ga die in ieder geval de achterkant vandaag dus gebruiken op mijn kaart. Ik heb als basiskaart gewoon normaal formaat een half A4'tje in de lengte vandaag. Deze in ieder geval. Mossy Meadow. Daarop komt een achtergrondje. En dit is het restje wat ik net nog over had. Dus ik moet mijn andere achtergrondje pakken. Een groene. Even op zoek naar mijn groene papiertje. Oh. Ik ga nou deze gebruiken. Het is dezelfde kleur, maar dus een ander dessin. Dus die komt hier dadelijk op de achtergrond. Helemaal over de hele voorkant van de kaart. Dus 10,5 bij 14,8. 14,9 bijna. Snij ik hem zo meteen en plak ik hem helemaal op de achterkant. En dan komt er een strookje. Copper clay overheen. En dan dadelijk de bloemen. Dus ik ga deze even op maat snijden. Snij even wat erbij. Zo. Dus ik zei al 10,5. Hoe ga ik hem doen? Zo. 10,5. En dan bij 14. Ik zeg altijd 14,8,5. Dat is eigenlijk precies het midden. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit precies helemaal uitmeten. Ze gaat een heel klein strookje vanaf. Dat is overigens met de trimmer van Stefan ook geen probleem, hè, die kleine strookjes. Nou, even kijken. Dan heb ik dus deze precies zo groot als de voorkant van mijn kaart. Die ga ik opplakken. Ja, het is wel zonde, hè. Deze is eigenlijk ook mooi, hè. Dat is altijd een nadeel van dessertpapier, dat de achterkant ook zo mooi is.
deze plak ik erop. Nu zien we hoe chic. Cool, hè? Nou, dus dat is deze. Een strookje. Die had ik dus ook al. Die had ik ook al gesneden. Ik moet dat, weet alleen helemaal niet meer de maat. 3 bij 14. 8,5 dus. Dus die plak ik er ook op. Dus die gaat ook gewoon van boven tot onder over de kaart heen. Oh, alright, plakken. Ik kom nog scheef op, dat moet niet, hè. Gelukkig kun je, als je nog niet, ik had hem nog niet hard genoeg aangedrukt. Kun je hem gelukkig nog eraf halen. Ik gebruik nu even gewoon een lijntje van het papier als, lijn om het op te plakken. Zo, nou zit hij recht. Deze, die ga ik met dimensionals opplakken. Vind ik mooi als die een beetje omhoog komt. Nou, even kijken. Ik plak hem een beetje naar boven, zodat ik dadelijk voor het rondje ook nog wat plek heb. En dat ik niet die weer helemaal over mijn bloem heen hoef te plakken. Ik wil zoveel mogelijk laten zien wat er mooi is. Dat is één. Nou, hij begint al ergens op te lijken. Kijk, nou heb ik inderdaad deze die we zo mooi net hebben gemaakt. Die wil ik eigenlijk hieronder kijken. Ik had hem natuurlijk hoger kunnen plakken, maar dan was die helemaal weggevallen. En zo vind ik het eigenlijk toch net wat gezelliger laat zien. Dus deze komt ook op dimensionals en net wat meer diepte krijgen. Deze komt ongeveer zo. En ik wil dus daar nog dat koperen lintje, koperen accentje. Dat wil ik daar ook uit laten komen. Ik weet niet of jullie die gezien hebben in de najaarscatalogus, maar die staat bij de herfstwens suite. Heel mooi, stevig lint. Heel breed. En dit hele mooie, glanzende, koperen lint, dat is een setje, zeg maar, die horen bij elkaar. Echt super mooi. Dus ik gebruik nu in ieder geval alleen een stukje van het koper. Knip ik een stukje af. Dus ik heb ondertussen drie pepersnips, maar deze zit een lintje aan, dus speciaal voor lintjes. Dat is ook wel fijn, want dan knipt hij in ieder geval mijn lintjes ook heel goed. Ja. Deze die plak ik eerst even vast hier op de achterkant, dat ik een beetje weet waar die ongeveer moet komen. Een stukje tape. Even kijken. Oh ja. Plak ik hem gewoon zo vast. En dan doe ik hier ook dimensionals achter, dat ik hem ook een beetje omhoog kan plakken. Ja, de lintje aan mijn schaar. Ja, dat is inderdaad. Anders weet ik het ook echt niet. Kijk, want ik heb. Ik heb er 3. Nou, is mijn goede schaar, zeg maar. Dat is, er zit een klein vogeltje. Die heb ik ooit gekregen van iemand als swap. Dus een. Hoe heet dat? Een krimpie dinkie vogeltje. Dit is dus echt mijn goede schaar. Deze schaar heb ik een keer laten vallen, dus het puntje een beetje van krom. Maar ja, die doet het nog steeds wel, maar die gebruik ik dus niet om afbeeldingen uit te knippen, want dan kan ik niet precies in hoekjes komen. En dit is dus mijn lintenschaartje. Ja, je kunt nooit genoeg schaartjes hebben. Even kijken, dus het rondje met dimensionals. En zo. Terug opplakken.
En dan zorg ik dat het wel een beetje allemaal binnen de kaart blijft, maar dat we wel zoveel mogelijk zien van het papier, maar ook van de mooie zonnebloemen. Zo, kijk. Dus dat is het. En hoe meer, hoe beter. Ja, hoeveel scharen heb jij, Gina? even kijken. Oh ja, nou heb ik mijn Take Your Pick tool. Daar had ik vorige week nog over. Ik heb mijn extra onderdeeltje binnen. Die kan ik daar even laten zien. Ik heb hier nog koperkleurige managements. Ik ben even de naam vergeten, jongens. Maar komt goed, hè? Te veel, ja. Nee, je kon nooit te veel schade hebben. nou ja, deze kopere bolletjes, die plak ik er even bij. Ja. Oh, zo zeg. En het klungelen. En de laatste. Wat zal ik doen? Wat zal ik doen? Heb je het ook wel eens? Dat je denkt, ik wil er drie, maar ik weet niet waar. Zo. Hij komt daar. En zo is die helemaal klaar. Tenminste, ik ben nog één ding. Oh nee, eigenlijk twee dingen vergeten. Kijk, dit is natuurlijk een hele donkere kaart. Dus ik ga nog even aan de binnenkant een witte binnenkant maken. En de envelop moet natuurlijk ook nog. Dus dan ga ik eens even kijken met jullie samen wat ik daarmee ga doen. Ik pak even nog een wit rijtje. Ik heb alles hier in de. Het is wel handig, van mijn eigen workshopruimte. Ik kan alles laten liggen. De binnenkant van de kaart. Die maak ik zelf altijd een stukje kleiner. Dus 10 bij 14,3. Zodat je aan de binnenkant ook nog altijd de gekleurde achterkant ziet. Wat we kunnen doen is aan de binnenkant ook nog een bloemetje. Zullen we dat doen? Zal ik aan de binnenkant ook nog zo'n kleine bloem maken, net als op het rondje aan de voorkant? Wat vinden jullie? En dan pak ik meteen de envelop, want die kunnen we dan ook even kijken. Die had ik wel bij de hand. Ik denk dat we dat op de envelop dan ook maar doen. Zijn jullie het met me eens of denken jullie van nee, dat wordt veel te veel? Of moet er iets anders? We kunnen ook iets stempelen. Of... Ja, leuk, leuk. Ja, doen. Oké, nou, ik ga het gewoon doen. Dan zien we vanzelf wat het wordt. Hè? Even kijken, dan ga ik dus nog twee keer die kleine bloem maken. Dat is dan het makkelijkste. Die heb ik al afgeplakt, dus dat is handig. Dan ga ik die gewoon hier ook in het hoekje maken. Een klein beetje over het randje heen. Ik zelf wel mooi. Even kijken. Kan dan natuurlijk gewoon even... laten zien aan jullie dat ik die, hoe heet dat? Dat driehoekje gebruik, zeg maar. Ik kom even niet op door te komen. Van Stampin' Up. Dus dan ga ik hem hier goed leggen. En dan teken ik even mijn pennetje. Ga ik hem erbij. Dan teken ik hem erin, dan weet ik waar ik de volgende in moet leggen. Gaan we even kijken hoe goed dat werkt. Zo. Ik heb hem erin getekend. Okay. Oké. Okay. Even een goede kleur pakken. Crush curry. Dan beginnen we gewoon weer met crush curry. Ondertussen weten jullie dat ik precies hoe het moet, hè? Crush curry. En dan een klein beetje. Ik had hem niet vastgeplakt, hè? Klein beetje wild wheat voor de detail. Ja. Nou, die hebben we dadelijk nog nodig. Ik laat ze maar even open, we hebben ze toch nog nodig. En dan gaan we naar de volgende. Dat wordt de binnenkant. Kijk, dan gaan we kijken of het lukt, hè. Daar zit dat ding. Nou, dat lukt. Ik
beetje hier op de binnenkant. En dan pakken we de laatste. En dan gaan we dat nog een keer doen. Nou, klopt precies. Daar hebben ze over nagedacht. Met de kleine. Zo. Nou, dat is één. Dat is in ieder geval de binnenkant van de kaart. Super. En ik krijg meteen de envelop. Natuurlijk een sport om op dezelfde plek te leggen. Dat hoeft natuurlijk eigenlijk ook niet, maar dat is gewoon niet. Die wil ik graag aan deze kant op de envelop. Dus. Nog een keer geel, crushed curry. Een klein beetje wild wheat voor de accentjes. Nou, daar heb ik het zo vaak gedaan, dan kunnen jullie dromen vannacht over alle zonnebloemen. Dat is één. Dan, ja, natuurlijk. Oh, je kan mijn envelop vast moeten plakken. Dat had ik moeten doen, natuurlijk. Maar ja, dan doen we het gewoon anders, hè. Zelfs ik leer ook nog gewoon elke keer dingen bij, hè. Het is handig, het is niet zo handig. Dingen op kop plakken en zo gebeurt mij ook nog steeds. Ik zag het van de week ook bij iemand voorbij komen. Gebeurt mij ook, hoor. Zelfs als je elke dag heel veel kaarten maakt, of bijna elke dag, dan gebeurt dat. Even kijken. De laatste stap met de koper. Copper clay. Lijkt soms wel geheimtaal, hè? Heb je dat niet? Als je dan zo over die kleuren hebt en je denkt van, lijkt bijna codetaal. Nou, nu kunnen ze wel echt dicht. Dan drogen ze in ieder geval het niet. Nou, we hebben nu een hele mooie envelop. Een binnenkant van de kaart, waar ik even voorzichtig mijn tape voor ga. Kaarten maken ook soms geduld aan, hoor. Niet alles heel te snel willen doen. Kijk, deze komt nou aan de binnen. Oh, dat zie je niet. Zo, deze komt aan de binnenkant. Dus ik ga hem. Ja, zien we. Ja, zie je? Dat is net leuk, hè? Ja, ik doe altijd. Dat doen jullie vast ook, hoor. Maar altijd de envelop. De envelop ook, zeg maar. Dus altijd of een stempelafdruk of nou ja, iets van dezelfde kleur. Of een designpapiertje op de flap van de envelop. Dat zouden we ook nog kunnen doen. Dat is ook nog leuk. Dan moet ik nog even kijken. Hij wordt gewoon steeds mooier, hè? Zo. De binnenkant. Kijk nou. Oh, zo wordt hij dan. Buitenkant. Binnenkant. En de envelop. Die past er zo mooi bij. Waar denk je, Gina? Zullen we ook nog een papiertje op de envelop doen? Gaat dat lukken? Oh, dat kan natuurlijk niet. Die is net een beetje te klein, volgens mij. Ja, past wel. Past wel, maar wat gaan we dan pakken? Even kijken. Zullen we het doen? We gaan het doen. De restjes gebruiken we wel weer. Hè? Ja, dat is altijd een beetje het nadeel van die kleinere papierpakketjes. Passen eigenlijk net niet op onze enveloppen, op onze maat die wij gebruiken, zeg maar. Dan twijfel ik. Stempen op envelopje? Nee, heb ik nou even niet. Ja, dat klopt inderdaad, Gina. En daar doen we het voor, toch? Een feestje in de brievenbus. Ik ga het gewoon doen. Ja, we gaan gewoon de envelop ook nog heel mooi maken. Even kijken. Dan krijg je met al die scharen, hè? Dan kan je niks meer terugvinden. Ja.
eventjes op het oog. Even knippen. Zo moeilijk te zien hoor. Ja, het komt goed. Ik zag achteruit dat ik het in mijn slip had gedaan, maar dat had ik toch wel. Even kijken. Nee, ik kan nog niet lijm even vinden. Toch niet goed gedaan. Zie, dan krijg je spontane ideeën. Die lukken niet altijd meteen. Ja, ik had het wel goed gedaan. Maar gewoon niet helemaal logisch wat ik had gedaan. Dat is het. Ja, sorry. Duurde even. Dus even... Dat is ook wel, hè? Moet ook wel netjes natuurlijk. Anders is het nog steeds een feestje in de brievenbus, maar ja, dan is het er toch net niet, zeg maar. Hè? Zo dan. Dit is beter. Nou. En ik zou deze restjes papier, tenminste, bij mij gaan alle restjes gewoon bij mijn decempapier, zeg maar, en dan... Maak ik altijd nog op. Dan kunnen we nog van alles mee. Nou, kijk. Toch de envelop ook gedaan. Aan de voorkant en aan de achterkant. Kijk. Nou, en dan is die zo helemaal compleet. Met een mooie, prachtige achtergrond hier op mijn vel. Dus kijk, dat is hem. Nou, ik vind hem cool. Leuk. En inderdaad, hetzelfde. Ik ga van de week nog eens aan de slag met wat andere kleuren. Kijken hoe dat wordt. Maar dit is in ieder geval een leuk herfstig verjaardagskaartje. En toch een beetje zonneschijn. Hè? Want net als nu, het is nog lang geen herfst. Hè? De herfst hebben we al gehad, het is gewoon weer zomer. Maar dit is het resultaat. Ik zei net, die Take Your Pick tool. Ik kan hem jullie nog even laten zien. Ik heb er nu... Net als scharen heb ik er eigenlijk drie, maar of in ieder geval, ik heb er nu twee en er komt er vandaag nog eentje extra binnen. Dankjewel Gina. Er komt er vandaag nog eentje extra binnen. En dat is eigenlijk vooral omdat ik al die handige tools gewoon heel makkelijk wil kunnen pakken. En ik heb vorige week, noemde ik het al even snel, toen had ik mijn bestelling ook nog niet binnen en nu komt de volgende bestelling binnen. Omdat natuurlijk de najaarscatalogus live is gegaan, dus ik had nog een keer besteld. En toen had ik meteen de nieuwe tools mee besteld. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk toch ook wel eens wel handiger om zo'n extra tekenpick tool. Dus ik heb er dadelijk drie. Maar dit zijn in ieder geval de tools. Kijk, ik heb hier het borsteltje voor je standjes, zeg maar. Als je heel gedetailleerde stand hebt. Aan de andere kant zit het spateltje bij mij. En dan hier zit een puntje. Alleen dat puntje gebruik ik ook wel veel. Dus die heb ik hier. Ook zitten. En hier zit gewoon echt die putty, zeg maar. Die soort gum waarmee je kleine dingetjes kan oppakken. Super, die gebruik ik echt elke dag. Dat is echt super handig. Dus vandaar dat ik er al twee heb. Maar ja, toen kwam Stampin' met het idee van... Hey, joh, laten we nog eens wat extra dingen erbij gaan doen. En dan hebben we dus deze drie tools. Waarvan... Zo'n, hoe noem je dat ook weer? Rotary mesje, zeg maar. Als je daarmee snijdt, kan ik wel even laten zien. Ik vond het wel heel handig. Deze weer even afdraaien. Kijk, dat hoef je dan niet te doen als je er drie hebt. Hè? Dan heb je gewoon drie mesjes. Of drie dingetjes. Dan hoef je niet allemaal erop en eraf te halen. Ja. Hier zit een beveiliging op. Een plastic dingetje. En dan kun je hier naar beneden schuiven. En dan kan je snijden. En als je dan dus snijdt. Dan ga je over je papier heen en je drukt. Nou, en wat je dan krijgt, is een
scheurrandje. Ik weet niet of jullie het even scherp stellen. Hier. Hoe cool is dat? Oh, het is moeilijk te zien. Sorry jongens. Ik denk hij staat op het scherm, maar mijn telefoon vindt het een beetje lastig. Ja, je kunt het niet helemaal zien. Oh ja, zo wel. Dat is handig, hè? Superleuk. Nou, dus dat kan je ermee doen. Dat is de ene. De ene nieuwe tool. Ik doe weer even de beveiliging erop. De andere nieuwe tool is eindelijk een mesje. Dat vind ik ook wel super handig. Heel scherp. Super scherp mesje. Oh, ik was te voorzichtig. Oh, ik zie het al. Hij zit nog niet helemaal goed. Denk ik. Even kijken. Nee. Daarom deed hij het niet goed. Een heel scherp mesje. En als laatste de tool. En daar ga ik zelf ook nog even een beetje uit. Er zit een heel dun, dus echt een dunne, bijna een naaldje. Zit er aan. Dus die is dunner dan die andere. Dus om gaatje in papier te maken, onder andere. En er zit aan deze kant een haakje. Nou, en daar ga ik dus even nog eens even uitzoeken wat je hier allemaal mee kan. Want dit vind ik toch interessant. Dus als iemand nog tips heeft, ik hoor het graag. Maar ik denk dat het vooral bijvoorbeeld handig is om tape of zo, achterkantje van tape of dimensions of zo eraf te halen. Maar ik ga het nog even uitproberen. Dus zodra ik weet waarvoor alles bedoeld is, dan ga ik daar denk ik een keer een live over doen. Maar goed, dit was die. Dit was de nieuwe, of dit zijn de nieuwe tools. En ik heb dus, als het goed is, vanmiddag een extra take your pick tool. Dan kan ik in ieder geval mijn mesje erop draaien. Dan hoef ik daar niet meer over na te denken. Dat vind ik wel handig om gewoon binnen handbereik te hebben. Dus vandaar. Nou, dat is mijn. Ik hou wel van handig, zeg maar. Dat doet Stefan ook goed. Die denken daar al een beetje over na. Maar soms moet je zelf inderdaad gewoon wat extra dingen op voorraad hebben dat je ermee aan de slag kan. Ik ga even mijn camera omwisselen, dat jullie mij nog een keertje goed kunnen zien. Superleuk dat jullie erbij waren. In ieder geval jij ook, Gina. Ik zag vooral jou reageren. Hartstikke leuk. Deze mooie kaart die hebben we vandaag gemaakt. En de volgende keer gaan we gewoon weer iets anders leuks doen. Ik wens jullie een hele fijne dag en alvast een fijn weekend. En wie weet tot de volgende keer. Jullie kunnen mijn video's altijd terugkijken. Die sla ik gewoon op Facebook op de pagina. En ze komen ook op YouTube. Dus daar kan je altijd ook verder kijken. Nou, bedankt dat jullie er waren en tot de volgende keer. Doeg!